In deze video, de mol neemt revanche, de mol is verdacht op Instagram, nieuws over het onbekende seizoen en de winnaar van de giveaway is... Hey alle, ik ben Tim en ik neem elke week de hints en theorieën met jullie door. En in deze video de extra hints van aflevering 3. Allereerst een goede hint van Mollejagers over de afleveringstitel Revanche. Jeroen opent de kist van de kandidaat die terugkomt en zo kan de kandidaat revenge nemen op de mol. Jeroen, in dat geval. Hij opent immers de weg van revanche voor de kandidaat. Dus misschien opent de mol wel de kist. Dan een theorie van Giovanni. Hij zegt het volgende. Ik wil even terugkomen op aflevering 2. We zagen het spel 4 op een rij en dan was er alleen maar 3 op een rij gelegd. Moeten we wellicht voor de derde keer op rij een mannelijke mol zoeken? Heel erg leuk gevonden, Giovanni. Ook een goede theorie van Max van de Telegraaf. Die heeft het namelijk over de grote opruimactie op Instagram van de regisseur van Wie is de Mol. Rick volgt namelijk nog maar een paar kandidaten van de huidige groep. En Kees en Tooske volgt hij niet meer op Instagram. Zouden deze twee dus juist niet de mol zijn of... misschien in de aankomende aflevering allebei afvallen. Wil jij elke week hints en theorieën over deze topkandidaten? Abonneer dan zeker hieronder, zodat je altijd op de hoogte blijft van de nieuwe hints en theorieën video's. Dan iets vaags op Instagram. Rian deelt namelijk deze video van Mollestreken in haar verhaal. En in deze video deelt Lavecci een hint over Rian, haar opvallende outfit die ze aan had op de markt. Wil Rian... dit hiermee bevestigen dat we echt op zoek zijn naar haar als mol? En dan om bij Rian te blijven, is het Joël uit mijn groepsapp opgevallen dat Rian op haar Instagram een post had gemaakt, maar haarzelf daaruit had uitgesneden. Wel waren de letters JUC en de code erop laten zien. En verder zegt Rian onder deze post dat de fietsclub deze aflevering flink aan het mollen was. Is wel een vage uitspraak, want mogen kandidaten dat überhaupt zeggen? Van, goh, de fietsclub was echt aan het mollen in deze aflevering. Ik vind het aan de ene kant een rare actie, aan de andere kant is het ook wel weer een beetje voorkennis. Stel nou, Rian, die valt binnenkort ergens een keer af, dan weet zij natuurlijk niet wie er in de finale zit en wie er potentieel mol kunnen zijn. Stel, Rian zit wel in de finale, dan vind ik deze opmerking heel raar. En dan tegen de regels waarschijnlijk. Want dan weet zij misschien al meer over de finale dan wij. En verder vindt Joël uit mijn groepsapp ook deze 3 cijfers en dat kan slaan op het woordje mol. Dan een theorie van Jacco. Hij zegt het volgende. Wat ook opviel bij 2 opdrachten was een groepje die Spaans moest kunnen. En Kees zat niet in beide groepjes, terwijl hij wel Spaans kan. Is dat omdat hij de mol is? Want als hij in het Spaanse groepje zit, heeft hij geen sleutelpositie. Erg sterk. Al verdenk ik zelf Kees een vele malen minder. Maar het zou heel erg leuk zijn. Ook nog iets vaags bij de Rubik's Cubes. Tooske heeft namelijk niet eens de Rubik's Cube goed gemaakt. Want het mol logo klopt namelijk niet. Is Tooske hier aan het mollen? Is het een molactie? En dan valt het meerdere molloten nog op dat de stem aan de Topo hulplijn erg lijkt op die van Anna. Spreekt Anna de mooier met die kandidaten? En is haar stem misschien een beetje door de audiobewerking veranderd? Dat we hier gewoon... de Topo hulplijn, oftewel de Mol hulplijn, met Anna horen. Wij kunnen u 1 joker aanbieden. Blijft u alstublieft aan de lijn. Wil jij dagelijks praten over hints en theorieën met andere molloten? Join dan de WhatsApp groepsapp en de link daarvan staat in de beschrijving van deze video. Dan even wat nieuws over het extra en onbekende seizoen. Voor de mensen die het voor het eerst horen, ergens vorig jaar kwam er iets online dat je je kon aanmelden voor het spelprogramma The Game. Oftewel een Wie is de Mol seizoen, een extra Wie is de Mol seizoen met onbekende kandidaten. Voor het 25ste jubileumseizoen. En nu is er via een bron te weten gekomen wanneer ongeveer het seizoen online komt. En dat is rond september, oktober. Verder weten we dat het seizoen gewoon op tv te zien zal zijn. Maar natuurlijk ook op NPO Start zoals elk gewoon seizoen. Want de bron die geeft aan dat het natuurlijk geen enkele toevoeging geeft om het seizoen wel online te gooien, maar niet op tv. Want ja, je gaat niet zo'n heel duur programma alleen online gooien, terwijl het ook gewoon op tv kan. Begrijpelijk natuurlijk. En verder is het land waarschijnlijk Dubai, Abu Dhabi of Oman. Dat ligt een beetje
dat is een beetje het gebied waar Wie is de Mol eigenlijk alleen in seizoen 9 in Jordanië is geweest. En dit heb ik van Trust Nobody, die had het daar ook over in de laatste paar minuten van hun podcast. En dit komt, als het goed is, van San Mol van het wieisdemol.com voor hem. En San Mol had dit seizoen ook al een deel van de kandidaten goed. Dus het zou zomaar kunnen dat dit ook echt daadwerkelijk klopt. En in Trust Nobody, de podcast, hebben ze het ook over dat natuurlijk de opnames in januari zijn. Maar voor die landen maakt het natuurlijk niet uit, want daar is het nu ongeveer een normale warmtetemperatuur. Tussen de 15 en de 20 graden ongeveer. Dus ja, niet te heet en ook niet te koud is een prima klimaat om Wie is de Mol op te nemen. En natuurlijk is de presentatrice Hila Noorzijn, maar dat hadden we natuurlijk ook al besproken in de vorige video. Of nou ja, die video daarvoor. Wat een nieuws allemaal weer. Dan nu de winnaar van de giveaway van de groene vrijstelling. Onder de vele reacties van de vorige video is er maar liefst één iemand die de groene vrijstelling heeft gewonnen. En dit is geworden... OMG, it's Thomas! Gefeliciteerd met deze groene vrijstelling. Ik ga zo snel mogelijk contact met jou opnemen en dan ligt deze binnenkort bij jou. Voor de andere mensen die niet hebben meegedaan, niet getreurd, want bij de 3500 abonnees... ga ik deze zwarte vrijstelling weggeven. Mocht je daar dus kans op willen maken, abonneer dan hier snel hieronder, zodat we snel de 3500 abonnees aantikken, zodat jij ook de kans kan maken op deze zwarte vrijstelling. En dan gaan we nu weer snel verder met de video. Goed, we hebben nog een mooi schema die Guido op Instagram heeft gedeeld. We zien namelijk het overzicht van opdracht 3 op de bootjes. En zien hier dat het groepje van Rian, Jeroen en Tooske maar liefst min 400 euro heeft verdiend. Terwijl het andere groepje van Anna, Fons, Rosario en Kees maar min 100 euro hebben verdiend. Het lijkt mij dus nog wel veel meer dat de mol in het kleinste groepje zit in deze opdracht. Ook nog een kijkje naar de volgende aflevering. Je moet je punten in de eerste plaats voor de aflevering inzetten. Waarschijnlijk krijgen we dus aan het begin een test en eliminatie. En misschien ook nog aan het einde een test en eliminatie. Het is in ieder geval heel vaag dat we de aflevering beginnen met 8 kandidaten. Aflevering 5 met 8 kandidaten. Verder heeft Rick, wat het lijkt, een hint voor de kandidaten. Misschien over de mol. En ook gaan de kandidaten spelen voor maar liefst 38.640 euro. Het is bizar. Dan nog even terug in de tijd naar mollenstreken. Die spoilert namelijk natuurlijk de afvallers. En Kees is uiteraard nog steeds rood, wat het lijkt. Pas dus goed op met je punten. En verder is er ook op het forum nog een kleine discussie geweest. Het is het een en ander rondgegaan over dat Tooske zou afvallen. Ik zou zeggen, riskeer het vooral niet. Want de andere drie afvallers had Lavecci heel erg goed geraden. Dus pas op met je punten op Kees en Tooske. Dan nog even terug naar de maskerhint van de vorige video. Ik zei namelijk, Jeroen die heeft het masker gekocht. Echter was Rian degene die het masker had gegeven aan Jeroen. Dus Rian was degene die dacht, goh, dit masker gaan we even kopen. Dus het zou heel goed kunnen leiden naar Rian in plaats van Jeroen. En om bij deze opdracht te blijven, gaat het gerucht dat de afvallers pas later in de opdracht op de markt waren dan de kandidaten. Dus dat de afvallers veel meer kans hadden om de opdracht te halen. Vind ik persoonlijk wel minder, want waarom moesten ze dan zo onopvallend in beeld komen? Zo onherkend? Dan hadden ze ook gewoon zonder opvallende kleding kunnen rondlopen, lijkt mij. Maar goed, dat zal wel iets van de productie zijn. Tot slot heb ik nog een mededeling. Ik ben bezig met een afvallersschema, aangezien er datums... ontdekt zijn door oplettende moloten van exacte opnamedagen tijdens het seizoen. Hierop zou ik later denk ik ergens op terugkomen. Tenzij ik natuurlijk hele schokkende resultaten heb, dan ga ik dat niet delen. Ik wil je weer bedanken voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker, zodat we de tweede giveaway kunnen doen bij de 3500 abonnees. En dan zeg ik voor nu weer, laters.